Welkom bij CarView. Mijn naam is Ben Verlooy en vandaag sta ik hier met deze zeer sportieve Hyundai Kona N. Nu, de Kona is een zeer veelzijdige wagen, want in het Kona-gamma is er voor ieders wat wils. Je hebt de reguliere verbrandingsmotoren, een hybride versie, een volledig elektrische versie en voor de mensen die echt rijplezier willen is er natuurlijk ook deze zeer sportieve N-versie. Nu, in deze rijtest ga ik het hebben over het dagdagelijkse gebruik, uiteraard zijn sportieve rijkarakter en zijn belangrijkste features. Heb je bijkomende vragen, kan je die steeds stellen in de commentsectie onderaan. En wil je meer CarView, kan je natuurlijk steeds abonneren op dit YouTube-kanaal. En wens je een melding te krijgen wanneer een nieuwe video online komt, kan je natuurlijk ook nog even klikken op het belletje. En dan wens ik je alvast heel veel kijkplezier toe. Deze Kona N is dus een nieuwe toevoeging aan het toch wel zeer succesvolle sportieve N-gamma van Hyundai. En deze wagen weet onmiddellijk te bewijzen dat een compacte SUV zeker niet saai hoort te zijn. Nu, over het rijgedrag ga ik het dadelijk hebben, maar toch eerst het dagdagelijkse gebruik van deze wagen. Het is een comfortabele wagen, deze Kona. Je hebt een aangename zitpositie, een goed zicht rondom je heen en je hebt ook allerlei veiligheids- en assistentiesystemen zoals adaptieve cruise control, rijstrookassistent, blinde hoekdetectie, om er maar enkele op te noemen. Nu, al die zaken ga je op een natuurlijke manier ondersteunen om ervoor te zorgen dat je dus helemaal relaxed op je bestemming kan aankomen. En dat allemaal is uiteraard ook zeer veilig. Nu, het rijden in deze wagen is fijn. Je merkt wel dat je onderweg bent met een sportievere wagen. De ophanging is wat stugger en je kan deze ook regelen. Maar in de comfortstand is het echt wel prima. Het is een aangename rit en zo weet deze wagen toch wel zeer fijn te rijden. Ook sturen doet hij zeer goed. En je merkt wel dat je met een sportieve auto onderweg bent. Maar voor de dagelijkse kilometers weet deze wagen het alvast prima te doen. Het interieur is ook een aangename plek om te verblijven. Je hebt twee mooie grote schermen, allebei 10,25 inch groot, wat toch wel vrij groot is. En hierop heb je heel wat informatie, ook Apple CarPlay, Android Auto. En dat allemaal is dus zeer fijn. En zo heb je ook wel echt een mooi interieur. Nu, verder heb je ook deze prachtige sportstoelen. Deze zijn elektrisch instelbaar. Je hebt zetelverwarming, zetelventilatie, een verwarmd stuurwiel en nog veel meer. Nu, dat maakt deze Kona N een zeer complete wagen. En het dagdagelijkse rijden is dus echt wel fijn. De Hyundai Kona N wordt uitgerust met een 2 liter 4-cilinder inlijn turbo-benzinemotor. Deze levert een maximumvermogen van 280 pk en een maximumkoppel van 392 Nm. 0 naar 100 gebeurt in een vlotte 5,5 seconden met Launch Control. Deze Kona N bewijst dus dat een compacte SUV ook een zeer leuke rit kan bieden. Deze wagen heeft een heel mooie basis om op verder te bouwen, want de i30 N was in mijn ogen een sublieme rijdersauto. En ik moet zeggen dat dat N-karakter ook zeker terug te vinden is in deze Kona. Allereerst, rij je hem in de N-modus, merk je dat er natuurlijk heel wat verandert. De ophanging stijft helemaal op en dan merk je dat de wegligging van deze wagen echt wel subliem is. Ook de stuurinrichting gaat een iets ander gevoel geven en zo krijg je van zowel het stuur als de ophanging heel wat feedback, wat natuurlijk fijn is bij het sportievere rijwerk. Nu, ook de aandrijflijn komt helemaal op scherp te staan. Die 280 pk die komt er heel vlot uit en zeker in combinatie met die automatische versnellingsbak, de NDCT met 8 versnellingen, die voorheen in de comfortstand alle versnellingen naadloos aan elkaar wist te breiden, die nu heel responsief en snel reageert op het gas en ook met deze schakelpedals. Nu, het rijden is dus echt wel bijzonder leuk. En je merkt ook in die instand dat deze wagen echt tot leven komt met nog wat extra drama van de uitlaat. Wat plofjes, wat kletters. En dat allemaal zorgt ervoor dat je toch wel echt meegezogen wordt in die rijervaring. Deze wagen gaat niet alleen pijlsnel vooruit, heeft ook een mooi setje remmen die heel doseerbaar zijn. En ik moet zeggen dat deze wagen gewoonweg bijzonder leuk rijdt.
Nu verder is hij ook heel personaliseerbaar, want alle zaken aan deze wagen kan je bijna gaan instellen in de verschillende rijmodi. Je hebt hier twee blauwe knoppen aan het stuurwiel. De linkerknop om een van de rijmodi te kiezen en de rechterknop om de gepersonaliseerde rijmodi te kiezen. En hierin kan je zaken zoals het sperdifferentieel, het motorgeluid, de ophanging, de stuurinrichting en nog veel meer gaan personaliseren. En zo kan je hem echt wel helemaal gaan afstellen naar jouw voorkeur. En zo rijdt deze wagen dus echt hoe jij het wil. Nu, deze Kona N is echt wel een hele leuke wagen om mee te rijden. Je merkt dat er gewoon echt een ziel in zit. Hij heeft heel wat karakter en dat is enorm fijn om te zien. Je merkt ook dat de mensen bij de N-divisie gewoon heel duidelijk weten waarmee ze bezig zijn. En zo wil ik zeggen dat deze Kona N gewoonweg een enorm geslaagd product is. Een brede laag op je gezicht, een heel fijne weglegging en alle zaken die werken gewoon. Het sperdifferentieel, de ophanging, de uitlaat, alles werkt heel mooi samen om een zeer leuk en speels geheel te vormen. Wil u meer CarView, kan u steeds abonneren op dit YouTube kanaal. Wenst u een melding te krijgen wanneer een nieuwe video online komt, kan u ook even klikken op het belletje. Van de testwagens komen ook gedetailleerde fotoshoots op de website die u kan terugvinden in de beschrijving van deze video. Van de meer performante wagens komt er ook een afzonderlijke video van enkel het motorgeluid, zodat u een goede impressie krijgt van hoe deze wagen echt klinkt. Tot slot kan u ook andere video's bekijken door te klikken op een van de vakken op uw scherm. Alvast bedankt om te kijken en tot de volgende keer.